Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. We zijn live met Diaspora Talk. En hier gebeurt het. Hier praten wij met mensen die meestal spraakmakend zijn. Deze man is altijd spraakmakend. Hij heeft nooit hier met ons willen praten. Waarom heb je nooit met ons willen praten? Roy de Miranda. Wel, Roy de Miranda praat wanneer het nodig is. Roy de Miranda is niet verslaafd aan microfoons of camera's. En als hij een werkelijk belangrijke boodschap heeft voor mensen die ertoe doen, en wat die hij ook waardig vindt om te luisteren naar de vaak bekritiseerde commentaren van mij, opinies van mij, ja, dan maak ik keuzes, ja. Francis is niet tegen jou bedoeld. Het is slechts geweest het wachten op het juiste moment. En het juiste moment is wanneer NDP niet meer in het centrum is, het regeercentrum. Nou, ik laat mij van niemand afhangen om te bepalen wanneer ik in de ether kom, al dan niet. Omdat er vaak geadviseerd werd om niet zomaar en overal interviews af te staan. En NDP-toppers werd dat gezegd. Is mij ook later verteld. Vooral niet aan mij, want ik heb een rare manier van vraagstelling, heb ik gehoord. Maar ik heb ook juiste antwoorden, ook tegen de Frans Pinas. En niemand dicteert mij wanneer en met wie ik praat, en zeker niet hoe ik praat, want ik ben een dienaar van de vrije meningsuiting. U staat ook bekend als vriend van Boutersen. Wat is de band tussen Roy de Miranda en Daisy Delano Boutersen? Roy de Miranda en Daisy Delano Boutersen kennen elkaar 59 jaar vanuit de basketbalwereld. Toen hij bij trainers speelde binnen het verband van het Bonifaas internaat. En ik op de Polenschool als patronaat basketballer, zo ken ik hem. En we hebben nooit een andere band gehad dan een hartelijke en vriendschappelijke. Speelde hij basketbal? Speelde hij basketbal ook? Waar? Welke club? Hij speelde inderdaad basketbal, ja. En niet zo zuinig ook. Hij speelde voor trainers in Suriname. En in Nederland heeft hij gebasketbald zelfs voor het Nationaal Militair vertegenwoordigend basketbalteam. Je noemt die naam Nederland. Ik kom straks terug bij Boutersen en uw relatie en Suriname. Wat hebt u in Nederland gedaan? U hebt hier jaren gewoond, hè? Heb ik begrepen. Wat deed u in Nederland allemaal? Ik heb 38 jaar in Nederland gewoond. Ik heb er gestudeerd. Ik heb Corporate Public Relations Management gestudeerd met de bijvakken journalistiek en voorlichtingskunde. En dan, als je praat over het werkveld, ik heb een palet van mooie werken in Nederland achtergelaten. Om te beginnen, ik ben in het welzijnswerk als voorlichtingsconsulent en consultant bezig geweest om Surinamers die in Nederland in de verdrukking verkeerden, ze verkeren nu overigens nog steeds in de verdrukking, maar toen heb ik door middel van voorlichtingsprojecten hun geholpen om een beter en menswaardiger bestaan te kunnen leiden. Dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk in contact kwam met de Universiteit van Utrecht en van Leiden, als ook met het Korps der Officieren van Justitie in Nederland en de Raad van Kerken, en niet op de laatste plaats, VARA Radio en TV, waarmee wij in dit bondgezelschap onderzoek hebben gedaan naar verschillende patronen van rassendiscriminatie in Nederland, waarbij etnische minderheden, zoals ze toegenoemd werden, Surinamers, Antillianen, Molukkers, Turken, Marokkanen, noem maar verder op dat rijtje, werden gediscrimineerd op grond van hun afkomst, op grond van hun etniciteit, op grond van hun ras, op grond van hun huidskleur. We hebben door middel van grondig onderzoek vast kunnen stellen
dat het over de hele linie in Nederland uitpuilt van racistische handelingen tegen deze mensen die ik daarnet heb genoemd. En dat die hulp nodig hadden. En die hulp hebben ze gekregen, onder andere door een 8-wekelijkse voorlichtingscyclus die ik heb georganiseerd namens de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsstichtingen in Nederland. Ik heb namens hun 8 weken lang alle kaders van Nederland bij elkaar gehaald om afzonderlijk naar sector, bijvoorbeeld justitie en politie, de werknemers, arbeidsveld, vakbondswezen, de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, huisverhuurders, die sector. Ik heb met die mensen die ik daarnet heb genoemd, die organisaties, dat kunnen vastleggen in een nota. En ik heb daarbij, moet ik zeggen, spraakmakende inleiders gehad tijdens die 8 weken. Mensen als Rudy Kubelen, Rudy Cross, mensen als Haakmat, André Haakmat, Wijlen Julius de Vares, Wijlen Henk Ritveld, noem maar op. Dat waren de notabelen toen in het veld van het welzijnswerk. Wij hebben toen aangetoond dat rassendiscriminatie dermate verlammend werkt voor de ontwikkeling van de etnische minderheden, dat er in ieder geval moest worden begonnen met een interdepartementale commissie minderhedenbeleid. En dat heeft ertoe geleid dat er gekomen is de directie minderhedenbeleid ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland. Dat is mijn werk geweest. Werk is verder geweest dat vanuit die operatie het onderzoeken van discriminatie en racisme in Nederland er een vereniging tegen rassendiscriminatie is gekomen. En die vereniging is later geworden het Landelijk Bureau Racismebestrijding en heet dan sedert de dagen Stichting Artikel 1. We hebben een boekwerk kunnen maken naar aanleiding van dit thema en het boek heet nog steeds te verkrijgen omdat zij anders zijn. Dit is wat betreft het vechten op de barricade voor het welzijn van etnische minderheden in Suriname. Voorts heb ik als eerste in Nederland getrokken aan de kar om te komen tot een landelijke minderhedenomroep Stichting Intercon geheten. Intercon staat voor intercultureel contact. En wij hebben daadwerkelijk radio en televisie gemaakt bij VPRO, de VARA, bij het Humanistisch Verbond, bij de TROS, bij de NOS, bij Wereldomroep. En ook daar hebben wij spraakmakend werk verricht, onderzoeksjournalistiek naar bijvoorbeeld moorden door de politie op etnische minderheden die onder andere in geestelijke nood verkeerden en als therapie werden afgeschoten. Dit hebben wij gedaan. Verder heeft Roy de Miranda borg gestaan voor het introduceren van een nieuwe vorm van welzijnswerk, namelijk door middel van scholing etnische werklozen in bijscholing, omscholing en primaire scholing toegeleiden naar de arbeidsmarkt. In dat kader heb ik daarop gezet een autogarage waar leerlingen hun opleiding konden volgen en doorgesluist werden naar de arbeidsmarkt. Een bakkerij, een heuse bakkerij, waarin alle Surinaamse producten zoals brood, banket, siropen, snacks en maar ook Turkse Marokkaans brood werd gemaakt. En de eerste Surinaamse kerstbroden in Nederland werden vanuit die bakkerij gemaakt en verkocht. Een naaiatelier in Amsterdam voor vrouwen opgezet, waar niet-westerse kleding werd gemaakt en verkocht. Een restaurant waar leerlingen leerden de Surinaamse pot te koken. En dat restaurant is later verder gegaan als zelfstandig restaurant.
Ik noem dit soort dingen alleen maar even op ter illustratie van dat ik geen duimen heb zitten draaien in Nederland. Dat ik geen klaploper ben geweest. Dat ik geen crimineel ben geweest, zoals vele snoedaarden daar beweren. En waarvan ik zeg, kijk in de spiegel, dan zie je het grootste monster dat je wenst te zien in je bestaan. Maar die monster moet je niet bij mij zoeken. U bent geen monster en u bent ook geen crimineel. Ik ben absoluut geen crimineel, meneer. Ik ben uit Spanje, waar ik ben beschuldigd van belastingontduiken. Ik ben met een bewijs van goed gedrag in 2014 uit Spanje vertrokken, waar ik 14 jaar heb gewoond. Je vertrekt niet uit Spanje als je belastingontduiken hebt, hè? Of welk crimineel feit dan ook hebt gepleegd. Ik ben met een bewijs van goed gedrag uit dat land vertrokken. En ik ben naar Nederland gekomen. Ik ben in Nederland een week gebleven. En ik ben uit Nederland vertrokken zonder dat iemand mij één haar op het hoofd heeft gekrenkt. Nog heeft aangehouden. Nog heeft ondervraagd voor welk delict dat ook. Dus laat die monsterachtige verhalen gebreid rond mijn persoon. Laat ze vandaag voorgoed doorgeprikt zijn. Al die lasteraars en die smaad- en lasterplegers daar in dat land. Maar ook in Suriname intussen. Want ze zijn hier ook geïnfecteerd door het loosgebral van mensen die met zichzelf geen raad weten. En dan zoeken naar een slachtoffer die boven het maaiveld uitsteekt, wiens hoofd moet worden gemaaid. Wel, bij mij komen ze niet klaar. Ik heb lang genoeg dit over mij heen laten gaan. Vandaag aan de dag trek ik ten strijde. Ik trek ten strijde tegen mensen die mij door middel van smaad en laster belasteren, want het is een last om te dragen. Mensen kijken je aan met een schuin oog. Terwijl je weet dat je geen enkel crimineel feit op jouw konto hebt staan. He? En dan ga ik een paar van die gasten noemen die zich hier aan bezondigen in Nederland. Daar is de hele wasstobbe ontstaan aan smet en drek over mij heen gestrooid. Mensen als die Lamstraal, sorry hoor, een geestelijk gestoorde Romeo Hoost, een Chateauari eertijds zijn vriendin. Deze twee mensen die 131 accounts beheerden op Facebook om mensen die ze tegenstaan, mensen waarvan ze denken van die horen bij Boutersen, om die te besmetten en te besmeuren. 131 accounts. Je bent goed ziek in je hoofd. Een andere, Mullier, Ludwig van Mullier, die puur uit rancune zich vergrijpt aan mijn goede naam en eer, omdat Bouters hem heeft opgedonderd uit zijn kringen. En mij daarvan verwijten maakt dat ik daar de oorzaak van zou zijn. Ik zou machiavellistisch bezig zijn geweest. Vele woorden aan dit soort mensen zijn werkelijk tijdverlies. Aan hun besteed is tijdverlies. Dan heb je nog een andere, geen psycholoog, maar een psycholoog. Een psycholoog, Julian Witt. Een man die achter een vrouw waarmee ik in Londen een relatie had achtereen gegaan is om haar te verleiden. Met een leugen dat hij een boodschap van mij uit Utrecht naar Londen had gebracht. Dat hij daar het lid op zijn neus heeft gekregen en niet daar waar hij het bij die vrouw kwijt wilde. Die heeft op grond daarvan met name daarom mijn naam ook besoedeld. En deze gasten hebben een ruim bereik gekregen om dit crimineel handelen, dit crimineel werk uit te voeren. Waardoor er een bepaalde link, een bepaald imago over mij heen is komen te hangen. Maar ik kan u zeggen, Frans Pinas, het deert mij niet. Ik heb een brede rug met een fabriek aan kokosolie op die rug. Dus het is glad, ja. Permanent glad. En het glijdt van mijn rug af. Ze geven mij niet te eten, nog te drinken. Ik heb lak aan ze. Nou, je hebt echt van repliek gediend, maar u bent er van... Ik heb nog één. Weet u dat ze kunnen reageren, dat ze gaan reageren hier ooit? Maar ik wil dat de reactie komt als ik helemaal klaar ben. Er moet niet tussentijds... Nee, niet nu, maar ooit zullen ze reageren, misschien volgende maand of zo. Mag hoor. Ik heb meneer Middelijn de vorige week betrapt op een uitzending waar hij een spiegel
van een artikel, een spiegel. Hij ziet zichzelf in een artikel, ziet hij een spiegelbeeld van zichzelf. En omdat het kras is in zijn richting, moet hij mij met de haren erbij slepen en mij ervan beschuldigen dat ik dat stuk heb geproduceerd. Het tegendeel is waar, ik heb geen tijd voor meneer Middelijn. Paul Middelijn is ook één die hier door Boutersen onder zijn achterwerk naar buiten getrapt is toen hij bezig was met dubieuze zaken als senior cultureel adviseur van president Boutersen. En dan word ik er weer mee gesleept met mijn haren. Dit is misdadig. Het is crimineel en het zegt meer over diegenen die over mij praten dan dat het iets over mij zegt. Lul over mij, maar rij niet over mijn lul, want dat laatste doet pijn. En dat heb ik liever niet. Ik ben fan van uw taalgebruik, meneer Roy de Miranda. Maar hoe komt het dan dat u zoveel weerstand oproept bij mensen? Maar meneer Pina's harde woorden zijn meestal niet leuk om te horen. Maar vooral als ze waar zijn. Daar kan men niet tegen. En ik neem geen blad voor de mond. Want ik weet dat wat ik zeg ten algemene nutte is. Het dient het doel van andermans belang. Ik heb in Nederland ook met voetballers gewerkt. Vanuit Stichting Kleurrijk Voetbal. Mondiaal Kleurrijk Voetbal. Ik heb menig voetballer daar helpen begeleiden naar betaald voetbal. Dat is mijn missie. God heeft mij gestuurd om mensen te helpen. Wanneer je succesvol daarin bent, dan krijg je inderdaad de non-valeurs op je dak. Die moeten het vernis van de glans van je leven afkrabben. Maar hun nagels breken daardoor. En mij huidt niet. Ja, maar u hebt Boutersen, uw beste vriend, bijna 60 jaar al niet kunnen behoeden voor val en heel veel fouten. Maar wie zegt dat ik in de positie was om meneer Boutersen daarvoor te behoeden? Ik heb meneer Boutersen als instituut in dit land geholpen met twee zaken. Concreet. Eén zaak. Het vonnis tegen hem in Nederland geveld in casu Stellendam, cocaïnehandel, die fonds daar in die zaak. Ze hebben hem veroordeeld tot 11 jaar, geloof ik. Ik heb aangetoond met Ines Wesky. Heb ik aangetoond dat de man op politieke gronden is veroordeeld. Want wanneer een hoofdofficier van justitie in Nederland zegt in een interview met de VPRO dat het vonnis van de heer Boutersen buiten het rechtsgebied is gevallen, omdat dat een discretionaire bevoegdheid van de minister van Justitie is geweest om de persoon Boutersen te veroordelen. Begrijpt u? Op grond van die harde feiten werkt Roy de Miranda voor slachtoffers van dit soort misdaden. En ik ga je zeggen, ik heb het tweede project gedaan voor hem. Dat was in een presidentiële commissie dat ik in 1999 samen met De Freitas, Weilen Lakin en de toenmalige korpschef Carlo Hunsel als presidentiële delegatie naar Interpol Internationaal in Lyon ben geweest, een week lang in de headquarters daar vertoefd. Daar heb ik een memorandum dat ik heb geschreven, waarin ik politiek, historisch, maar ook juridisch heb aangetoond dat meneer Boutersen zijn opsporing, signalering en arrestatiebevel ingediend door Nederland in Frankrijk, bij Lyon. In Lyon bij Interpol Internationaal, dat op politieke gronden berustte. Ik vond steun in die bevinding uit datgene wat in Nederland is gedaan om te ontrafelen de aanklacht tegen Boutersen in casu het Stellendam vonnis. Weet u dat Interpol Internationaal Nederland tot driemaal toe heeft gevraagd om een commentaar op dat memorandum? Tot driemaal toe is Nederland daar niet in geslaagd. Op grond daarvan
heeft Interpol internationaal gezegd, Nederland heeft gehandeld in strijd met artikel 3 van het handvest van Interpol. En heeft het opsporing, signalering en arrestatiebevel tegen Boutersen internationaal gezien vernietigd. En 178 Interpol-lidlanden bericht om hetzelfde te doen met het verzoek dat ook bij die landen lag om Boutersen op te sporen, te signaleren en te arresteren. Wat overgebleven is, is dat nadat Nederland dat smadelijk verlies geleden heeft, heeft zij bilateraal een paar landen die op de vluchtroute van Suriname naar de wereld loopt, gevraagd om aparte uitleveringsverdragen van Boutersen. En ze hebben daarvoor grof geld betaald. Ik kan niet zeggen, ze hebben aan Trinidad en Tobago, en dat heb ik van ingewijden daar vernomen. Ze hebben in Trinidad en Tobago 75.000 Nederlandse guldens betaald om dat verdrag gestalte te geven. Deze twee dingen heb ik voor Boutersen internationaal gedaan. En lokaal op basis van deze twee wapenfeiten heb ik hem hier als instituut inderdaad verdedigd tot en met. En niemand heeft daartegen iets kunnen inbrengen. Feitelijk niet, juridisch niet, zelfs niet met roddel. Ja. Nou, nee, ik ga terug. Interpol heeft zijn bevel, opsporingsbevel of arrestatiebevel, vernietigd door uw toedoen en uw inzet, zegt u. Door toedoen van de presidentiële commissie, mm-hmm. Maar met mijn rol erin was het schrijven van het memorandum. Dat is mijn rol geweest. Okay. Maar ik heb dat memorandum bij Interpol toegelicht en verdedigd. Mooi. Maar ondanks uw inzet en kunde, is Boutersen in hoger beroep toch veroordeeld en is hij alleen welkom in Paramaribo en Brokobaka? Nou, dat is een uitspraak die ik niet voor mijn rekening neem. Die man gaat nog steeds op reis, laat mij dat verklappen. Zou je een land voor mij kunnen noemen, behalve Cuba of Venezuela? Brazilië. Ja? Ja. Ja. Dus Boutersen mag reizen, mag Suriname uit. Kan Suriname Boutersen uit? Boutersen kan op dit ogenblik niet naar een paar landen waar er aparte bilaterale verdragen door Nederland mee gesloten is. Maar om te praten over reizen naar andere landen, die route, die transcontinentale route, is door het aangaan van die verdragen met die aparte landen gestremd. Dus hij kan ook niet de andere landen toe, want hij moet langs die routes. Dat is het verhaal, meneer Pinas. Ja, meneer de Miranda, als het zover is dat Interpol zelf niet meewerkt, Nederland wordt berispt, konden jullie niet verder gaan, Europese Raad van de Mens, OAS, wat dan ook? Nee. U heeft de naam genoemd van Moscovic. Ja? Moscovic heeft buiten de kennis van zijn cliënt, Desi Boutersen, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is die aangeklopt om de zaak te bepleiten. Hij heeft dat gedaan zonder toestemming. En hij heeft het gedaan op een uitermate discutabele manier, waardoor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die zaak toen heeft afgewezen. Maar ik kan je zeggen dat mevrouw Ines Wesky, de advocaat Ines Wesky, thans bezig is op een gedegen manier met voorkennis van haar cliënt Boutersen de zaak opnieuw in te dienen. En dan moet het werkelijk heel gek lopen, wil het niet toegewezen worden, dat verzoek om dat vonnis te vernietigen, wat bij de Hoge Raad in Nederland gaan met een dergelijk verzoek tot herziening van het vonnis, is bij de duivel te biecht gaan. Nou, niet in Nederland hoor. Ik denk in Genève bijvoorbeeld. Wat zei u?
Ik zeg niet, het hoeft niet in Nederland, toch? Het hoeft niet bij de Hoge Raad in Nederland, maar kan ook bij Europese Hof in Genève, bijvoorbeeld. Het is al in Nederland, bij het Hoge Rechtshof. Ja, afgewezen. Bij de Hoge Raad. Is het ook afgewezen? En dan ga ik u zeggen hoe belachelijk. De man die Boudersen in die zaak erin heeft geluisterd, dat is Patrick van Loon, een Belgische cocaïnehandelaar. Die heeft op schrift bij een notaris verklaard dat hij de Boudersen nooit heeft ontmoet, nooit de zaak met Boudersen heeft gedaan. En op grond daarvan hij spijt betuigt dat hij die man in die problemen heeft gebracht. Dat notarieel opgemaakte stuk is bij de Hoge Raad in Den Haag ingediend door mevrouw Wesky. En de Hoge Raad zegt van het is geen nieuw feit. Dus we gaan die zaak niet voor een herziening in aanmerking laten komen. Dat is toch bij de duivel te biecht gaan? Wat moet je nog meer weten? Iemand die jou zegt van ik heb gelogen. Het is niet waar dat ik meneer Bouters heb ontmoet. Het is niet waar dat meneer Bouters en ik zaak hebben gedaan in de criminele... Hallo meneer De Miranda. Bent u er nog? Ik hoorde je niet. Bent u er ik nog? Ik hoorde jou wel. Ik hoorde jou, ja. Oké. U viel weg. Maar u bent er weer. Waar waren we? We waren in de Europese Hof. Dat is bij de duivel te begaan, zegt u. Dat gaat u niet. Ja, we waren bij het verhaal van Patrick van Loon. Ja. De kroongetuige tegen meneer Boutersen in het proces, Stellendam-proces. Dat die bij een notaris een verklaring heeft afgelegd op schrift. Dat hij meneer Boutersen nooit heeft ontmoet, niet kent en ook nooit daarmee criminele zaken heeft gedaan. Deze verklaring is door meester Ines Wesky bij de Hoge Raad ingediend om het vonnis te willen herzien. De Hoge Raad heeft verklaard dat ze dat niet doet, omdat dit geen nieuwigheid is in het proces zoals dat gevoerd is al die jaren. Wel, ik weet niet wat nog meer nieuw moet zijn wanneer een kroongetuige terugkomt op zijn verklaring. En waarom heeft hij die verklaring afgelegd toen in Nederland? Hij heeft die verklaring afgelegd omdat hij met OM in Nederland, met ondersteuning van Gerard Spong, die de advocaat van die Van Loon is geweest, die heeft die van Spong en Harderwijk, dat was dus toen de officier van justitie, hebben een verklaring opgesteld voor Van Loon op basis van dat Van Loon zijn crimineel geld mocht behouden en dat Van Loon vroegtijdig zou worden vrijgelaten, want hij zat in detentie. En dan zeg jij rustig van... Die ontlastende verklaring van meneer Boudersen is niet nieuw, is geen nieuwigheid, is geen novum in de zaak. En dan wijs je dat verzoek voor herziening af. Dat is bij de duivel te begaan, ja. En dan gaat mevrouw Wesky nu, na heel diepergravend onderzoek bij onder andere het gerechtshof in Antwerpen, waar er ook een zaak tegen meneer Van Loon liep, en waar ook zijdelings de zaak van meneer Bouters aan de orde is gekomen, daar zijn er duidelijke bewijzen voortgekomen dat meneer Van Loon liegt, heeft gelogen, wat hij later ook heeft verklaard, hè? Hij later ook heeft toegegeven. Ja, dat heeft hij toegegeven, maar men zegt ook hier dat hij, ja, Bouters heeft hem omgekocht en dat u het zijn verklaring herzien. Wat? Dat hij omgekocht is door mensen om zijn verklaring te herzien. Die man heeft Boutersen gevraagd om 75.000 euro. Ja, dat bedoel ik. Om een verklaring af te leggen. Maar meneer Boutersen heeft gezegd, ik ga jou niet betalen voor een leugen die jij over mij verspreid hebt. Er is hem niks betaald. Hij is nooit... Weet je waarom hij die verklaring heeft afgelegd? Omdat hij ontevreden is. Hij is teleurgesteld in Nederland. Die hem dingen heeft beloofd die ze niet heeft uitgevoerd. Ze hebben zijn geld alsnog geconfiskeerd. Dat crimineel verworven geld. Je weet dat er in Nederland een systeem is van confiscatie van alle criminele gelden, toch? Zouden ook in zijn naam moeten hebben. Wacht,
Ze hebben dat, we praten nu over Nederland. Ja, ja. Ze hebben dat voor hem gelaten. Ze hebben het voor hem gelaten. En later hebben ze het toch ingenomen. En daar is hij ontevreden over geworden en teleurgesteld over raakt. En boos en heeft die verklaring afgelegd bij de notaris op schrift. Meneer Pinas, er is een heleboel smeerlapperij die er rondgaat, waarvan mensen die ongelukkiger zijn hebben geen toegang tot de informatiebronnen, worden beïnvloed en lopen met allerlei verwrongen ideeën en gedachten rond, gevoed door leugens en bedrog, misleiding, en die heb je hier in Suriname ook heel veel. Ja, ik ga naar Suriname dan. Dit is het geval Nederland. Nederland hebt u met Interpol gesproken. Interpol kon niet veel, want Boutersen kan nog steeds niet buiten Paramaribo. Interpol kon wel veel, verdraai mijn woorden niet, meneer Pinas. Ik heb gezegd dat Interpol, dat internationaal verzoek tot aanhouding, opsporing, signalering, heeft vernietigd. Ex-artikel 3 van het handvest van Interpol. Verdraai mijn woorden niet. Nee, dat verdraai ik niet. Maar het blijkt achteraf dat Nederland het laatste woord heeft. Want de landen waarmee Nederland bilaterale relaties onderhoudt, daar, dat is de hele wereld. Verdragen meegesloten. Ja, dat is praktisch de hele wereld. Nee, het zijn de paar landen die op de vliegroute van Suriname naar de rest van de wereld lopen. Aha. En dan blijft Boutersen geïsoleerd. U moet goed luisteren wanneer ik praat. Ja, maar dat doe ik de hele tijd. Daarom wil ik u niet onderbreken. Nee. Je doet het niet, want je stelt vragen die niet kloppen met wat ik heb gezegd. Nee, dit zijn gewoon mijn vragen. Niet wat u gezegd hebt. Dit zijn vragen maar die ik niet gehoord heb in uw antwoord. We gaan als broeders door, hè? Ik luister. U luistert, we gaan als broeder door. Mooi om te horen deze dag. Maar, maar hoe is dat? Dit is de Nederlandse kant, de Nederlandse situatie. Hoe is het dan in Suriname? Hoe kan het zijn dat hij in Suriname, moet ik zeggen, afgestraft door electoraat en verraden is door vrienden? Want ik was kort voor de verkiezingen in Suriname en het hele land was paars. Waar is het misgaan dan? Wat is gebeurd daar? Wel, ik weet niet of u mij aanspreekt. Nee, ik spreek je aan als bijna broer van Boutersen, toch? Vriend. Nou, ik moet zeggen vriend. Ja, ik zeg bijna broer. Nou, dat wil ik niet zeggen, want ik heb een andere vader en andere moeder dan hij heeft. Je weet wat ik bedoel. Ik antwoord correct. Tinematak insena amanalik bombrada. Dat mogen ze zeggen, dat heb ik niet gezegd. Aha. Oké, als vriend. Waar is het misgegaan dan in Suriname? Waarmee? Bedoel je met de regeringspartijen van 2010-15? Ja. Waar het misgegaan is, er zijn een aantal factoren. En je moet de factoren gewoon nuchter benaderen. En vooral de honden in Suriname geven luid bijval. Ze zeggen dat ik het goed doe tegenover Frans. Hoor je dat? Ja. Maar goed, het gaat hierom. De NDP heeft mijns inziens na 10 jaar, eerste 5 jaar, goed werk gedaan. Niet veel protesten tegen dat beleid. De tweede termijn is begonnen met vormen van hoogmoed in handelen, denken en uitvoeren van beleid. Wat ik ermee wil zeggen is dat die 5 eerste succesvolle jaren, die hebben de mensen het idee gegeven dat ze er al waren. Niets was minder waar. Want wij kwamen te zitten met in 2016 met een forse val van inkomsten van commodities, dus hoe dat grondstoffen, zoals goud, olie, noem maar verder op. Elke commodity die tijd, 2016, gaf een neerval te zien, een neergaande ontwikkeling te zien. Dat heeft effect gehad op de Surinaamse economie, maar niet dat alleen. We hebben ook in 2016 gehad plotseling een tekort van, of laat maar niet zeggen tekort, een terugval
van kassenreserves bij de Centrale Bank van Suriname. We hadden daar 1,2 miljard liggen aan valuta, gedekt door goud. Plotseling in 2016 komt daar 700 miljoen weg te vallen. En weet u waar dat geld naartoe gegaan is? Want iedereen roept van het is, ja, het is de NDP-regering, het is, Bouters heeft dat geld weggesluist. Ja. Nee, dat geld is illegaal via de illegale cambio's van nieuwe Chinezen die in de winkels cambio-praktijken uitvoeren. 700 miljoen in één jaar tijd weggesluist. Daar is dat tekort ontstaan. En dat heeft de doodslag betekend voor de economie op dat moment. Naast de terugval van inkomsten van de commodities. Meneer Miranda, dit heb ik nooit gehoord. Ik bedoel, nee, maar daarom zeg ik, men laat mij niet praten, toch? Wanneer men me laat praten, hoort men meer wat men niet weet. Dus 700 miljoen uit de staatskas, centrale bank? Uit het economisch geldcircuit is er 700, als je 700 miljoen overmaakt naar het buitenland, illegaal, dat geld circuleert niet in de economie. Wat gebeurt er dan met je? De economie gaat kapot, denk ik. Maar ik denk, maar dat is toch allemaal gebeurd onder Bouterse? Waar was hij dan? Was hij aan het slapen? Wil je me genoegen doen en hem bellen en hem vragen of hij sliep? Nou, u bent zijn vriend. Een van zijn beste vrienden. Ja, ben ik dagelijks met hem geweest tijdens het ontwikkelen van beleid? Dat weet ik niet. Of het bewaken ervan? Maar 700 miljoen. Het is geen 70 miljoen. Of 70 gulden. Juist. 700 miljoen, dat valt toch iedereen op? Dat is toch de doodslag voor de economie? Juist. Laat me nou even naar het heden trekken, de actualiteit. Wacht even. Nu, op dit moment, het gebeurt al een jaar lang bijna, wordt er per week door, we hebben hier 75.000 buitenlanders, Chinezen, Venezuelanen, Brazilianen, Cubanen, Dominicanen, Colombianen, Haitianen, alles. Haitianen. Deze groep maakt per week, per individu, en dan moet je 50.000 werkenden, al dan niet in de illegale sfeer, maken 300 US dollars per week naar hun land van herkomst over. Weet je dat? Dan krijg je dus 50.000 maal 300. Is 15 miljoen US dollar per week dat naar het buitenland vloeit. En niemand die hier, trots ik ervoor, waarschuw in het openbaar, publiekelijk, niemand die daartegen iets doet. Het is ook niet strafbaar toch om vreemde valuta op te kopen? Het is strafbaar, ja. Het is strafbaar. Het is ook strafbaar om illegaal geld uit te voeren. Dit zijn de dingen die mensen niet weten. Men blableert en men praat maar. Maar dit gebeurt. En ook deze regering is de dupe daarvan. Laten we wel wezen. Nee, maar wat u zegt. Is het strafbaar als mijn broer in Suriname Tjohan het euro voor mij overmaakt hier? Ja, maar dan praat je over een incidentele overmaking. En dat verklaar je ook bij het kantoor waar jij dat geld gaat overmaken waarvoor het is. Maar dit gebeurt niet langs die kanalen, dus er is geen zicht op die geldstromen. Het zijn allemaal illegale overmakingen die plaatsvinden. En ze verhandelen openlijk op Facebook in hun groepen, Latino's in Suriname. Ze verhandelen openlijk valuta. En ze kopen thans ook Surinaams geld op om die duurdere valuta te kunnen kopen. Vandaar dat we ook dat geld nu een schaarste hebben op de markt. Ja, ik wil toch terug naar die 700 miljoen die verdienen. Ga je gang. Ik hou Bouterse verantwoordelijk voor. Goed zo, gefeliciteerd. U ook toch? Nee hoor. U bent regeringsleider. Ja, maar je bent regeringsleider en hebt geen zicht op al dit soort zaken die gebeuren. Op het speelveld boordevol caravanas.
Ja, maar daar ben ik geen goede leider. Als je een goede leider bent, dan heb je toch overzicht? Stelt u mensen aan, toch? Dus andere mensen in dit land, maar ook in Nederland, hebben hem wel een goede leider gevonden. Daardoor kon hij 10 jaar zitten, toch? Ja, maar als 700 verdwijnt en u weet het niet, dan, ja, als er iets hier gebeurt in Nederland, eerst naar wie men kijkt is Rutte. Niet dat hij verantwoordelijk is. Ja, nou, kijk met naar Rutte wanneer ING Bank en de ABN AMRO Bank witwasgelden, 750 miljard. Of 750 miljoen, sorry. En tot 3 miljard oplopend. Betrapt worden op witwassen, moet ik zeggen, Rutte's schuld of koning Willem-Alexander's schuld? Ik zou dat kunnen zeggen als het de Nederlandse banken was, de centrale bank van Nederland. Maar dat zijn Nederlandse banken toch? Nee, ik bedoel de Nederlandse bank, de centrale bank. Dat beheert het land van Nederland en daar moet Rutte voor. Maar commerciële banken, dat is iets anders. Ik bedoel, we praten toch niet over Hagerin Bank of Landbouwbank, die geld sluist. Centrale Bankman, dat is toch van het land. Daar is de president voor verantwoordelijk. Oké, wat heeft Centrale Bank voor macht en invloed op gelden die verdwijnen naar Chinese winkels, die als cambio, illegaal als cambio, functioneren? En het geld wordt weggeslist. Wat voor invloed heeft de centrale bank daarop? Welke invloed heeft Boutersen daarop? Omdat Boutersen de centrale bank president benoemt. Dat is de kassa van het land. Dat is niet de DSB of de SPSB of de VCB. Nee, dat is centrale bank. Dat is een ander soort bank. Is geen Fina bank of Zurich. Broeder, de Fina Bank heeft ook problemen gehad met die 19,5 miljoen die Nederland onrechtmatig heeft geconfiskeerd, toch? Toen is de regering toch ook opgekomen voor de Fina Bank en voor de Surinaamse Bank? Vind ik plausibel. Wel, dat zo plausibel is het dat Rutte ook aansprakelijk moet worden gehouden voor die grootschalige witwaspraktijken van die banken daar in Nederland? Jawel, maar als de centrale banken, als de centrale bank van Nederland in de problemen is, dan is Rutte en de monetaire autoriteiten hier verantwoordelijk. Echt Rutte. Niet wanneer iets misgaat met ING of wat dan ook. We zijn het over één ding eens, uh-huh, dat we het niet eens worden over deze benaderingswijze. Dat kan ik u ook begrijpen daarin. We gaan naar andere onderwerp, meneer Miranda. Er gebeurt zoveel... De Miranda. Ja, ik heb zoveel Miranda. U bent de Miranda. Juist, Met trots ook. Absoluut. De communicatie van Boutersen zijn dienst, of althans de partij, hoe kijkt u naar? Hoe vond u dat, want u hebt voor doorgeleerd, hè? Hoe vond u dat er gecommuniceerd wordt in Suriname met de achterban? Wacht even, je had nog gevraagd naar de oorzaken van het verlies van de verkiezingen, toch? Ja, ik wacht op antwoord. Ik denk, u gaat eerst andere dingen zeggen. Ik heb al een aantal oorzaken genoemd. De andere oorzaken zijn dat er ten opzichte van de vorige verkiezingen van 2010 een zeer slechte verkiezingsmachine heeft geopereerd. En met name doordat te veel verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan jongeren die onvoldoende politieke ervaring hebben om dat stuk werk te kunnen voltooien. Ze hebben te veel vrijheid gehad. En dan is er een gigantisch grote fout gemaakt die de NDP 6 zetels heeft gekost. En dat is de manier waarop Rachid Doukki in Nigeria is behandeld, is geschoffeerd. Die behandeling heeft ervoor gezorgd dat de NDP in Nikeri 2 zetels kwijtgeraakt is. 2 zetels in Wanica, 1 in Komowene en 1 in Saramaka. Dat zijn allemaal strongholds van Hindoestaanse broeders en zusters die hebben gezegd van, wanneer jij een Hindoestaan die bovendien medeoprichter is van de NDP op een dergelijke manier behandeld, dan hebben wij bij de NDP niks meer te zoeken. En ze zijn in die massaliteit
getrokken naar de Verenigde Hindoestaanse Partij. Dat is de doodsteek geweest van de NDP in deze verkiezings, in dit verkiezingsverlies. Dus het schofferen van Doekie. Ja, ik zeg het zoals het is, ja. Ja, die man nooit op die manier kunnen schofferen, dat kan niet. Die man is de grootste drager van het electoraat voor NDP in dat district. Dan behandel je hem op die manier. Je gaat de dood in. Het is nog niet de dood geworden. Ze hebben wel 16 zetels, hè? Vergis je er niet in. En over het hele land in elk district 1 zetel verworven. Dus het draagvlak van die partij moet je niet onderschatten. En ieder doet alsof het al overleden, de partij is overleden en bijgelegd in het mausoleum van vergetelheid. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar die partij moet een renaissance ondergaan. Die partij moet een interne en uitwendige schoonwassing krijgen met integriteit als profieltoets voor deelname binnen de gelederen van de leiding van het partij. Dat moet gebeuren. Dan is deze partij weer springlevend. Okay. U zei, misschien een slip op de tong of beurs, Verenigde Hindoestaanse Partij, bedoelt u de Verenigde... Ja, de Verenigde Hindoestaanse. Ja, de Verenigde Hindoestaanse Partij. Welke... Ja, ik zeg het zo, ja. U bedoelt VAP? Ik bedoel de VAP, de Verenigde Hindoestaanse Partij, ja. Kijk naar benoemingen op het ogenblik in dit land nadat ze de macht hebben verworven. Een bromtje daar die alleen maar gele bloemen voortbrengt. Wat vindt u van de benoemingen? Wat ik van de benoemingen vind? Mm-hmm. Dat vind ik niet alleen. Ik ben een spreekbeurs voor velen. Ja? Die vinden het absurd, walgelijk en zeer, zeer gevaarlijk. Dat alle benoemingen voor 99% Hindoestanen. En in het andere geval, mondjesmaat ook, maar ons. Maar, het is alsof er geen Javanen, je Chinezen, Creolen, Indianen in dit land bestaan. Maar meneer, dat lijkt het op. Ja, meneer de Miranda, dat kan zo lijken. Maar kan het zijn... Het is zo. Maar kan het zijn dat al die mensen, als u geen lid bent van een politieke partij, dan is het toch onmogelijk dat als er politieke benoemingen plaatsvinden, dat u geaccommodeerd wordt. Ik vind persoonlijk dat VAP het heel goed gedaan heeft. Als ik kijk naar Van Samson, ja. Aluma, ja. Afiankooi, ja. Walden, minister. Heb je ooit van window dressing gehoord, cosmetische opsmuk? Nee, maar... Als een lelijke vrouw zich opmaakt met make-up, wordt ze mooi, toch? En jij hoort toch zo van Nederland, ik ga je naar Nederland brengen, waar in Nederland er een kabinet bestaat. Bestaan uit VVD, CDA en een aantal christelijke partijen D66. Maar kamervoorzitter is nog steeds een PvdA-vrouw. Hè? En een burgemeester in de landen verspreid van alle partijen. Dat noemt men representativiteit. En net zo moet je hier naar ras, etniciteit, geloof. Moet je ook etnische representativiteit hebben. En moet je ook mensen op politieke sleutelfuncties kunnen hebben. Nee, meneer de Miranda, als u geen lid bent van de partij, dan is het onmogelijk dat de partij u benoemt bij politieke functies. Dat is uitgesloten. Politieke functies zijn voor de politici en zijn voor de leden van de partij. Ja? Ik heb het over politieke functies, hè? Ik bedoel, als er geen Javanen of Chinezen of wat dan ook lid zijn van de ABOP, dan is het onmogelijk dat ABOP dat soort mensen gaat benoemen in politieke functie. Is de directeur van Staatsziekenfonds, is dat een politieke functie? Nee, dat is geen politieke is functie. Is de directeur van BOG een politieke functie? U kunt doorgaan, maar misschien is er niet voor... Ik kan nog een jaar doorgaan. Ja, maar dat is de situatie waar ik op doel. Ja, maar misschien is er ook niks in de vijver, toch? U bent niet gaan aansluiten bij de VAP en u en uw vrienden staan buiten, dan kunt u toch niet verwachten dat u dan benoemingen, dat u bijhoort bij de benoemingen?
Laat mij niet even u persoonlijk hoor, niet u persoonlijk kan, dus krijg ik weer de wind van voor u. Nee hoor, je krijgt geen wind van voor u, ik praat als een Latijns-Amerikaan met Spaans bloed. Ik ben caliente. Ja, warm, heet, caliente. Heet, ja, ja, juist. Ja. Aha, als het moet. Ja, maar u begrijpt dat stukje, hè? Van als u geen lid bent van een partij, dan kan die partij u ook nooit benoemen in politieke functie. Ik begrijp dat niet. Oh. Je moet iemands integriteit als maatstaf hebben. Ja, maar als iemand integer is, begrijpt hij dat hij loyaal moet zijn aan het beleid dat die regering waar hij onder dient, uitvoert. Dat is integriteit. Wil je me zeggen dat de vrouw van de president integriteit met zich meedraagt? Die nu bezig is haar zuster in Amerika klaar te maken voor een functie op een ambassade of een consulaat in Amerika, omdat er een man daar woont. Dat is kosher, hè? Hey, daarover praat ik, Frans Pinas. En probeer mij niet af te leiden van de koers die ik heb in mijn betoog. Want mijn betoog komt erop neer dat men met een gevaarlijke tendens bezig is in dit land. Dat men dit land, dat altijd heeft geleefd in broederschap en zusterschap, ongeacht religie, ongeacht etniciteit, ongeacht ras, wij hebben hier geleefd in harmonie. Dit regime brengt dat in groot gevaar. En het is onderhuids, het leeft, het broeit, het is een kruidvat. En als je deze dingen zegt, dan noemt men je racist. Dan ben je oproepen tot burgeroorlog. Dom. Wat voor stomiteit is dat? Ik zeg de waarheid, het is wat er leeft. En mensen zijn bang om het te zeggen, maar ik niet. Ze hebben met de dood bedreigd, hè? Die Verenigde Indo-Staatse Partij. Een satraap daarvan. Een meneer die zich op Facebook Sanjaj Kumar noemt. En na onderzoek blijkt dat hij Sham Kumar Bihari heet en woont in Enschede op het adres Achtervoort nummer 21. En dit zijn die mooie jongens die democratie prediken, toch? Ja. Geweldig. Hou jij je Verenigde Hindoestaanse Partij maar voor jou. Ik kies voor Suriname en Surinamers. Ik sta aan uw kant als je voor Suriname kiest. Wel, dan had je nooit, dwarsliggende vragen aan mij moeten stellen. Ik stel vragen die niet gesteld worden over het algemeen. Broer, ik praat altijd in het belang van mijn land en mijn volk. En niemand komt naar mijn land en dat volk dat soms ondankbaar is. Mm-hmm. En toch span ik mij in voor ze. Nou, kijk, ik vind u heel kritisch, maar waar was u dan de afgelopen tijden met uw kritiek toen Boutense daar zat? Kon u niet zeggen omdat u vriend was? Nee, maar ik denk dat jij dan niet hebt geluisterd naar de bijdrage die ik in het publiek heb geventileerd over wat er loos was en wat er scheef ging. Daar heb jij niet geluisterd. Nee, daar heb ik hem gemist, want ik hoorde hem niet meer als pro. Heb je het opzettelijk gemist? Ik mis wel iets, ja, soms. Maar niet altijd met opzet. Opzettelijk. Nee, niet met opzet. ik mis wel eens zo'n interview uit Suriname. Frans, jou keer me, boy. Jou keer me. Nee, ik heb hier nooit kritiek gehoord. Ik heb lappend op een moeite. Zo'n de bagan na die zin. Ik vind het jammer dat ik niet eerder op je hulpverzoek ben ingegaan. Ik vind het een komisch interview. Dat is bekend om jou, hoor ik vaak. Ja, we moeten lachen. Ik kom gewoon naar een serieus story. Maar waar was hij dan die afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld toen het zo slecht ging? Niet met Suriname alleen als land, maar door het beleid. Ja, ik was hier in Suriname bezig met ook kritiek leveren. Vandaar dat ik binnen de kringen van Oseer geen favoriet figuur ben. En ik er dus daarhalve ook niet kom. Maar ik heb binnen het beleidskader, middels adviezen, heb ik wel degelijk goed werk kunnen verrichten. Ik heb bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie naschoolse opvang een grondig
objectief en eerlijk onderzoek gedaan. En dat rapport, dat is nu op dit moment hot item in Suriname. Begrijp je? Dus als je zegt dat je hebt gemist, mijn kritiek hebt gemist, dan zeg ik je dat je het opzettelijk hebt gedaan. Want dat rapport is internationaal bekend inmiddels. Het staat op het net, iedereen kan het lezen. En er is een gerechtelijk vooronderzoek gaande naar aanleiding daarvan. En er zijn al 128 mensen gehoord als getuigen. Naar aanleiding van uw rapport over de naschoolse Njampatu. Zo, naschoolse project. Oh, nee, boten ze noemen het toch ook Njampatu? Nou, naschoolse opvang en begeleiding. Zo heet dat ding. Maar uiteindelijk was het dan Njampatu. Want nu moeten mensen voor het gerecht verschijnen, toch? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb mijn werk gedaan en het OM heeft het onderzoekswaardig bevonden. Dus laten we kijken wat de uitkomst is, toch? Ben je ook op de... en wat ik anders heb gedaan, mijn ware vriend, is dat ik samen met een vriend van mij, een consultant uit Nederland, Nico Haasbroek, heb de staatsmedia doorgelicht en op verbetering gewezen in een rapport. En dat rapport heeft geleid tot bijvoorbeeld wat nu, dat ding was NII, waar Limbo toen de directeur was. Dat is een uitvloeisel ervan. Hè? Het station Dime, dat is een business channel, is een uitvloeisel van het werk wat ik heb gedaan, toch? Mooi. Je hebt goed werk verricht, maar ja, in Suriname weet u het maar nooit. Ik denk, laat me het vragen. Bent u ook bij, sta je ook bij op de radar van het Openbaar Ministerie? Volgens mijn geliefde critici en haters sta ik over de hele wereld op lijsten van het Openbaar Ministerie. Nou, over buitenland had ik het wel gehoord, dat u gevlucht bent uit Europa, Spanje, Nederland. Ja, daarom zeg ik je toch dat ik met een bewijs van goed gedrag heb ik op het net gegooid. Laat mij kijken of ik gezocht werd, of dat ik criminele aanbidding heb gepleegd. Wat heeft mensen... Laat mij dat bekijken. Wat voor belang heeft men aan om meneer Roy de Miranda te beschuldigen? Heb je ooit gehoord van jaloezie, afgunst? He? Heb je daar ooit van gehoord? Heb je ooit gehoord van de mentaliteit van de Surinamer, de gemiddelde Surinamer, met de krabbelmentaliteit? Heb je daar ooit van gehoord? Dat men elkaar niks gunt. Als die een boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn hals gescalpeerd. Heb je dat nooit gehoord? Ja, ook. He? Mijn oom, meester Julius Caesar de Miranda. Meester Dr. Julius Caesar de Miranda heeft in 1945... Oh, meester J.C. de Miranda. Meester J.C. de Miranda bedoelt u? J.C. Julius Caesar de Miranda. Okay. Ja, bij zijn afstudeerscriptie als tot dokter in de rechtswetenschappen in Amsterdam aan de Vrije Universiteit heeft hij gezegd, nadat de professoren hem complimenteerden met het mooie land Suriname. Weet je wat hij heeft gezegd? Wat zei hij? Hij zegt een mooi land, maar met een volk dat potentieel een geestelijk mankement heeft. En na 1945 zie je ten volle in 2020 wat dat betekent. Je hebt hier krank. The line. Please hold the line. Ik denk dat we het hierbij laten. Ik heb genoeg gehoord voor Please deze dag van meneer Roy de Miranda, ik kan u beloven dat wij binnenkort weer een gesprek of een interview gaan hebben met meneer Roy de Miranda. Stamvaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Inderdaad, we zijn hier. Je luistert naar Stamvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stamvasteradio.nl.